Hallo PCM'ers, het is weer tijd voor een nieuwe video. Vandaag doen we een stad-experiment. We gaan zien wat het tijdverschil is tussen een klimmer van 85 en een klimmer van 84. Dus één stadverschil. Voor de rest zijn alle andere stads wel gelijk. Naast de klimmer van 85 en 84 heb ik ook een klimmer van 75, dus 10 punten verschil, en een klimmer van 55 toegevoegd. Dus maar liefst 30 punten verschil. Bij de start zie je dat de klimmer van 55 het tempo meteen te hoog ligt. Hij moet er meteen af. En ook de klimmer van 75 houdt er niet meer bij. Maar de klimmer van 84 zit voor nu nog goed in het wiel bij de klimmer van 85. De inspanning staat even op 60. Dat heeft te maken dat ik wel wil dat iedereen heel hard boven komt. En als ik hem hoger zet, is de kans dat de 55er zonder energie komt te zitten wel vrij behoorlijk. Voor 85 en 84 moet een hoge energiepercentage wel mogelijk zijn. Hier op 30 km van de einde ligt de 75 klimmer 1 minuut 43 achter. En de 55 klimmer ligt op dit moment al 5 minuten en 15 minuten achter. Dit is trouwens de Blockhouse. Die komt voor in de 9e rit van de Giro d'Italia. En voor deze rit gekozen. Omdat maar één beklimming in zit en dat is wel even makkelijker met testen. Ondertussen heb ik de inspanning wat hoger gezet. Omdat de 85 en 84 maar niet los van elkaar kwamen. En nu zie je al dat er wel effect komt en dat de 85er eindelijk eens de 84er uit het wiel heeft gereden. Het verschil is er niet heel groot, maar ja, elk verschil begint bij 1 seconde en nu is hij al een beetje los. Hier is de 55er, die zit nu al op 12 minuten achterstand op 2,5 kilometer te gaan van de top van de nummer 1. En je ziet dat het gat langzaam maar zeker groeit. Hier hebben we de 75er, die zit momenteel op 4 minuten en 37 seconden. Hier komt de 85er dan vervolgens binnen. Wie wint? Heel knap, 84er, de net iets achter, iets langer wachten. Komt de 75er binnen en veel langer wachten, nu komt de 55er binnen. Wat is dan uiteindelijk het eindverschil? De eerste wint 85, 23 seconden achterstand, 5 minuten 17 voor 75 en bijna 20 minuten, 19 minuten 35 voor de 55 klimmen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Hoi!